Ik werk hier in dit zomeratelier op hele grote doeken. Want mijn hoofdatelier is boven in huis. Maar dat is een smalle trap en dan moet je zulke grote doeken voor even. Dan kan je hier naar boven. Maar het is ook wel lekker, want dan heb je ook een wisseling van ruimte. Hè? En ik werk altijd met hele grote tubus op hele grote doeken. En ik strijk het zo uit de tubus. En later werk ik dat natuurlijk bij met kwastjes of doeken of wat ik maar heb. Ook heel vaak met de vingers. Dit is een stilleven, daar ben ik op zich nooit zo mee bezig, maar kom maar verder. Ik doe ook wel eens meewerkertjes, zeg ik dan altijd, want ik maak eigenlijk altijd het liefst abstracten. Maar ik heb van de zomer heel veel roosjes getekend. Als ik er verf over heb, dan maak ik hele leuke roosjes. Of stillevens. Ze kunnen ook een beetje hangen voor de, als, kan als, een beetje als galerie dienen, zo voor open atelierroute enzovoort. Maar het is nu in de zomer, is het ook mijn werkverblijf. En dan maak ik dus inderdaad toch weer meer bloemen dan anders. Maar toen dacht ik, als ik dan toch bloemen moet schilderen, dan doe ik het maar groot. Dat is echt groot, hè? Ja, dat is en dit is een pergola. En die andere, ik kan hem nog wel even omdraaien. Dit is de pergola met een rode herfstbloei eroverheen. Maar dit is een nagemaakt van Gogh. Met zijn iris. Bij ons bloeien die straks allemaal in de tuin. Want ik ben ook een groot tuinliefhebber, vandaar die planten. Vandaar dat ik altijd zei, ik werk in het tuin, dus ik wil geen bloemetjes schilderen, ik wil abstracten schilderen. Dit is geïnspireerd op de serie van Chacal. Daar ben ik nu mee bezig, is nog niet af. Omdat daar wordt uitgelegd dat Chacal, ik gebruik de kleuren van een van zijn werken. Maar mijn jeugdherinneringen liggen niet in Polen, maar in Noord-Oost-Groningen. Toen dacht ik, hij doet het ook in kleine tekeningetjes in die grote vlakken. Dus dat is de kerktoren van mijn geboorteplaats. En de andere dingetjes doen me ook aan mijn jeugd denken. Spanje, ik hou van de Spaanse taal. En daarom is de titel ook Mujer. En de bloemen die ik er dan weer voor schilder, die probeer ik dan weer zo realistisch mogelijk te doen. Deze heb ik namelijk ook in die tuin gemaakt. Dat is weer heel iets anders, weer zuiver abstract. En daar ben ik heel veel bezig met steeds glaceringen erover. Hele dunne lagen. Omdat ik graag het licht in die glanzende bollen wil bereiken. Grote bloemen. Spontaan, vooral veel rood. Het was vorig jaar deze tijd. En kreeg hij de titel mee, de uitbundige bloei van de magnolia. Vind ik ook wel leuk om te laten zien. Maar inderdaad weer geen magnolia bloemetjes, maar de suggestie die het oproept aan een bloeiende magnolia. Was het onderwerp een gedicht. Dat gedicht ging over een verloren tuin waarin het net geregend had. Dat was het laatste onderwerp, maar, want ik zit altijd in een kring kunstenaars en krijg een onderwerp. En daarvoor in de herfst was het onderwerp de dans. De uitbundigheid van de dans. Ik prepareerde de doeken zelf, samen met mijn man altijd. We zoeken frames en een rol linnen en proberen het zelf dus te spannen en te trekken. En omdat ze ook zo groot zijn, is het best wel moeilijk, maar het lukt ons aardig. Deze is een behoorlijk leuk strak doek voor weer nieuwe rozen. Toen ik begon, deed ik meteen al heel uitbundig, 25 jaar geleden. Ook alweer groot, uitbundig, ook al een beetje weer het boerenleven met die elementen erin. Is het een van je eerste werken? Hè? Is het een van je eerste werken? Ja, eerst. Een van de eerste, gelijk. En soms denk ik zelf wel eens,
Ik ben het enthousiasme een beetje kwijt, ik ga te veel tekenen. De titel hiervan is Ontluikende Lente, omdat het me weer doet denken aan die lissen die we zoveel in de tuin hebben, die komen boven de grond. Dat gaat heel snel en dan hebben ze meteen al die spitse punten. Maar het gaat mij natuurlijk vooral om de grote kleur.